Het was een feest der herkenning. Cocu met Cassio Ramos, later Mart van der Heuvel met de keeper van Corinthians. Hoe het met die vriendelijke doelman is, zien we zo meteen. Eerst de oefenwedstrijd tussen PSV en de Brazilianen. 90 minuten interessant oefenvoetbal, 2 doelpunten, 10 strafschoppen. Maar desondanks stapte Jeroen Zoet en zijn ploeggenoten als verliezers van het veld in het duel met Corinthians. Toch vindt de doelman dat je daar overheen moet kijken. Je moet ook het totaalplaatje bekijken. We hebben de afgelopen 3 dagen heel hard en goed getraind. Ik denk dat wij eigenlijk op een aantal momenten na weinig hebben weggegeven. En ons eigen schuld dat we die goal tegenkrijgen. En dat gebeurde na 24 minuten toen de PSV-defensie Rodriguinho bij de tweede paal uit het oog verloor. En Jeroen Zoet kansloos was. En dan daarna laten we het om in de tweede helft de wedstrijd te beslissen. Ja, in het voordeel van onszelf, omdat we genoeg kansen creëren. Maar ik denk dat je naar het totale plaatje moet kijken en daarin dat we goede arbeid geleverd hebben. Uiteindelijk heb je er niks aan wat je verliest, maar het doel is volgende week zondag dat we daar gaan winnen. En dat gebeurt dan in Almelo tegen Heracles bij de hervatting van de competitie. In die eerste helft had PSV het meeste balbezit, waren er ook mogelijkheden, ondanks die achterstand. Maar zowel Marco van Ginkel als Irving Lozano, die na een individuele actie een kans creëerde, vonden de doelman op hun weg. Veel Braziliaanse fans op de tribune, een aantal PSV-supporters in nostalgische shirts. Ze zagen onder meer de oud-PSV'ers Wagner en Cassio Ramos, nu vedette bij Corinthians. Ja, mijn Nederlandse. Foi muito legal ter jogado contra o PSV hoje. É um clube que me ajudou muito a crescer como profissional, como atleta, ver o Marti, Ed, Zoet, Cocu e tô sempre acompanhando a equipe, então. Met Wagner kijken we terug naar zijn moment in al die PSV jaren. Único. We gaan terug naar 25 augustus 2007, PSV NEC. Goeie bal van Simons. Hier is Aissati. Nou, ga maar zelf. Aissati, de redding van de doelman. Niet overtuigend in de goal van Wagner. Zo is er nog iemand die zijn eerste doelpunt maakt in het shirt van PSV. Het is de Braziliaan Wagner Conserva Lemos. Ja, dat heb je niet. Was this your moment at PSV? Yes. Today I remember this moment when I, before the game, a special moment for me for the first goal in the professional. Corinthians wisselde in de rust het hele elftal, dus Wagner en Cassio Ramos keerden niet meer terug. Cocu ging na een uur wisselen en er was onder meer speeltijd voor Sam Lammers. Zijn naam valt voortdurend als het gaat om verhuur. Maar de jonge aanvaller ligt daar niet wakker van. Nee, niet zoveel. Ik lees wel eens wat en er wordt wel eens iets naar me toegestuurd. Maar ik ben er zelf vrij rustig onder. En we moeten gewoon met de club en met de trainer kijken wat we nou tweede helft van het seizoen gaan doen. En ik ben gewoon blij als ik hier bij PSV kan blijven. En als ik zo in mag vallen en mag scoren, dan teken ik voor de tweede helft van het seizoen. Lammers was niet de enige die zich kon laten zien. Dat gold ook voor die andere invallers. Cody Gakpo, Adam Maher, Mauro Junior en Daniel Malen. Met een aanstekelijk enthousiasme zorgden zij ervoor dat de ene na de andere aanval op het doel van Corinthians afgolfde. En zo hing er die hele tweede helft een treffer van PSV in de lucht. Hier de voorzet van Arias. Het prachtig staaltje techniek van Malen en de kopbal van Gakpo die net naast gaat. Het gaf vooral aan dat er een doelpunt in de lucht hing. Maar niet voordat Brenet Malen had gevonden die op de voeten van de doelman schoot en Mauro Junior 3 tegenstanders op zijn weg vond. Wat had hij graag gescoord tegen zijn landgenoten. En toen kwam het moment van Lammers. Veel mensen in de 16e en de eindfase, dat een beetje een schieten. Maar dan ik ben blij dat ik rustig bleef en dat ik hem erin prikte. En ook Brenet bleef rustig. De voorzet, Lammers mist hier nog. Maar dan in de scrimmage
behoudt hij het overzicht en prikt de bal in de verre hoek. Een last minute doelpunt, dat wat PSV al eerder deed en dat is geen toeval. Ja, dat we er goed op staan, dat we fysiek sterk zijn. Gelukkig is iedereen goed uit deze wedstrijd gekomen. En nu hebben we nog een aantal mooie dagen hier, waarin we nog steeds met ons doel bezig moeten zijn. En dat is volgende week zondag weer. En daarmee zeg je eigenlijk dat het gewoon een goed trainingskamp is? Tot nu toe is alles goed verlopen. Ook in deze omstandigheden denk ik dat het goed is om iedereen zo te zien. We hebben genoeg kansen gecreëerd. We hebben het nagelaten om ze echt af te maken. Maar je geeft wel weer een signaal af dat wij nooit opgeven. Want we scoren in een van de laatste minuten. Omdat Sam Lammers in de penaltyreeks als enige mist, verliest PSV dus van Corinthians. En staat de spits na afloop met een dubbel gevoel. Dat we gewoon een prima wedstrijd hebben gespeeld. En vooral in de eindfase heel veel kansen hebben gehad om het gewoon naar ons toe te trekken, de wedstrijd. Dus gewoon doodzonde dat je dat niet in doelpunten kan uitdrukken, zeg maar. Maar dan uiteindelijk verlies je gewoon de wedstrijd met penalties, dus ja, zonde. Dat voelt dus wel zo? Ja. En vooral als je die penalty mist, dan voelt dat wel zo. Vrijdagavond om 7 uur lokale tijd, de tweede en laatste oefenwedstrijd in Florida. Dan tegen Fluminense, opnieuw Brazilianen.